Onder de naam Nedex 76 is in het Rotterdamse Ahoy-complex een internationale vaktentoonstelling gehouden over interne en externe transportwerktuigen en systemen. Vooral in magazijnen is in de laatste jaren op grote schaal gemechaniseerd en geautomatiseerd, waarbij vooral aan de snelle orderbehandeling aandacht is geschonken. Hefliften brengen de magazijnbediende, die nu orderverzamelaar heet, in grote vaart hoog en diep tussen de stellingen, waar hij uit de grijpvoorraad de bestelde artikelen zonder veel moeite opdiept. In dit magazijn voor auto-onderdelen wordt de verbinding tussen de verschillende sectoren onderhouden door een automatisch, zogenaamd frequentiegestuurd transportsysteem. Via drukknoppen die een bepaald programma voorstellen, regelt een minicomputer de loop van de door batterijen gevoerde trekkers. De besturing geschiedt via een draad in de vloer die de baan van de trekker bepaalt door middel van een magnetisch veld. In het magazijn bevinden zich verschillende stations met drukknopkastjes die op de computer zijn aangesloten. De computer zorgt er ook voor dat er tijdens het transport geen botsingen tussen twee treinen plaatsvinden. Bij wissels of kruisingen stopt een van de treinen automatisch om de andere te laten passeren. Trekkers met volle wagens kunnen zo gedirigeerd worden naar de opslagruimten en die met lege aanhangwagens bijvoorbeeld naar goederenontvangst. Koppelen en ontkoppelen van de wagens geschiedt automatisch. Informatie over interne transportsystemen als dit was mede te krijgen op de show in Rotterdam, die op dit gebied voor vele bedrijven nieuwe perspectieven opende.